Well, it's great to be back. Het is heerlijk om weer terug te zijn. We're going to study now about marriage. Dit is een studie over het huwelijk. How many of you are married? Hoeveel van u zijn getrouwd? Wow. You're the only one that's not married. Er zit hier één ongetrouwd persoon. Oh, and by the way, you know, if anybody's interested, he's up here on the front row. Als iemand belang bij heeft. He's not very pretty. Oh, dat is een hele knappe jongen. But he doesn't look like he would eat very much. Maar hij ziet ernaar uit dat hij niet veel eet. All right. Let's go to the book of Romans. Wij gaan lezen in het boek de brief van Paulus aan de Romeinen. Chapter 8, verse 28. Hoofdstuk 8, vers 28. Okay. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Here we have one of the greatest declarations of comfort and strength in the Christian faith. Hier vinden wij een van de grootste uitspraken van troost en bemoediging in ons hele, vanuit de hele schrift. That God works absolutely everything for the good of his children. Dat de Heere God werkelijk alles doet medewerken ten goede voor zijn kinderen. But we must ask ourselves now, what is the good? Maar we moeten daarbij ook de vraag stellen, wat is dat goede dan? The charismatic movement tells us that God does everything to make us rich. In de charismatische bewegingen wordt geleerd dat God alles voor ons doet om ons rijk te maken. Or does everything to make us healthy. Of dat God alles voor ons wil doen om ons gezond te maken. He works all the time so that we don't have to suffer. Dat hij op de hele tijd voor ons aan het werk is, zodat we niet hoeven te lijden. But what is God's ultimate purpose in our life? Maar wat is het uiteindelijke doel van de Heere God met ons leven? It's found in verse 29. En dat vinden we in vers 29. It says, for those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. En daar staat dat degene die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren verordineerd ten beelde zijns zoons gelijkvormig te zijn. So the great purpose of God in absolutely every circumstance of our life is that we become conformed to the image of his son. Dus het doel van de Heere God, en dat heeft dan ook betrekking op alle omstandigheden in ons leven, is dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. That is the great goal of what God is doing in your life. Dat is het grote doel wat de Heere God heeft met wat hij doet in jouw leven. And it is the great goal of everything. En dat is ook het grote doel van alles. But the question is it your goal? Maar de vraag is het ook jouw doel? Is it your greatest desire? En is het jouw grootste verlangen? Is the greatest passion of your life to be conformed to the image of Christ? Is het grootste verlangen van jouw hart om ook gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus? And are you willing to accept anything that is the will of God to make you like Jesus? En ben je ook bereid om alles te aanvaarden in jouw leven wat Gods wil is? Wat hij ook gebruikt om je aan hem gelijkvormig te maken. Let me give you an example. Ik wil je daar een voorbeeld van geven. I am in pain right now. Op dit moment voel ik pijn. I live in pain. Ik leef eigenlijk met pijn. Both my hips have been replaced. Allebei mijn heupen zijn vervangen. My wrist is mostly metal. Mijn pols bestaat hoofdzakelijk uit staal. When I go through the metal detector in the airport, it goes off and the police always have to check me out. Als ik door de detectiepoorten op het vliegveld ga, dan gaat het alarm altijd af en de politie moet mij altijd onderzoeken. I have things growing off my bone going into my spinal cord.
Ik heb bepaalde dingen die groeien vanaf bepaalde beenderen die in mijn ruggengraat groeien. And sometimes I just want to scream. En soms wil ik het wel uitschreeuwen van de pijn. What's the purpose of it? Welk doel heeft dat? How can I be happy? Hoe kan ik gelukkig zijn? The purpose of it is that I be conformed to the image of Christ. Het doel daarvan is dat ik meer gelijkvormig word aan Jezus Christus. And I can be happy with it because it is conforming me to the image of Christ. En ik kan er vrede mee hebben omdat het ook meewerkt aan dat doel. You see, you must have the same goal that God has. Het is heel belangrijk dat ook jij datzelfde doel voor ogen hebt als wat de Heere voor ogen heeft. Your name be hallowed, your kingdom come, your will be done. Dat uw naam worden geheiligd, dat uw koninkrijk komen, dat uw wil zal geschieden. It works something like this. Het werkt een beetje als volgt. Our greatest passion should be the glory of God and the advancement of his kingdom. Onze grootste passie zou moeten zijn de heerlijkheid, de verheerlijking van de Heere God en de uitbreiding van zijn koninkrijk. And so our attitude should be this. En daarom behoort onze houding als volgt te zijn. Father, if through prospering me economically you can be glorified and you can advance your kingdom, then prosper me economically. Hemelse Vader, als doordat u mij rijk zou maken en dat het economisch heel goed met mij zou gaan, als daardoor uw naam zou worden geheiligd en uw koninkrijk meer zou komen, dan bid ik u dat u mij welvarend wil maken. But Father, if through my poverty you can make me like Christ and glorify your name and advance your kingdom, then let me be poor. Maar Vader, als door armoede in mijn leven uw naam geheiligd zou worden en uw koninkrijk meer zou uitbreiden, dan Vader, dan bid ik u dat u mij arm maakt. Father, if you can get glory for yourself and conform me to the image of Christ by healing my body, then please heal my body. Vader, als u uw eigen naam kunt verheerlijken door mij te genezen, dan wil ik u bidden, wilt u mijn lichaam genezen? But if through this sickness you can get more glory for yourself and advance your kingdom and conform me to the image of Christ, then let me remain with my disease. Maar Vader, als door mijn ziekte uw naam meer zal worden geheiligd en uw koninkrijk meer zal worden uitgebreid en ik zelf ook meer gelijkvormig mag worden aan het beeld van uw Zoon, Heere, laat die ziekte dan blijven. 1000 years from now, this pain will mean nothing. Over 1000 jaar dan